Een elektrische auto opladen is net zo eenvoudig als erin rijden. Iedereen kan het en het kan niet misgaan. Open de laadaansluiting, plug de kabel in en dat was het dan. Het opladen begint automatisch en dankzij de indicator kun je de batterijstatus controleren. Met de My Renault-app kun je de batterijstatus van je auto ook op afstand controleren. Je kunt het opladen instellen of op je smartphone zien hoe lang de laadtijd nog is. De laadtijd hangt heel erg af van de laadpaal. Dit geldt voor alle elektrische auto's. Maar de nieuwe Zoe heeft een groot voordeel. De chameleonlader. Hiermee haal je altijd het maximale beschikbare vermogen uit elke laadpaal, wat betekent dat je auto tot wel 6 keer sneller opgeladen is. Dankzij de My Renault-app heb je snel een laadpaal gevonden. Er is geen enkel ander land met zoveel publieke laadpalen als Nederland. Hierdoor kan je je auto eenvoudig opladen in de stad, op kantoor, bij de supermarkt of langs de snelweg. En snel! 30 minuten snel laden levert je een bereik op van wel 150 kilometer. Nog een voordeel van een nieuwe Zoe is het thuis opladen. Met de Wallbox kun je je elektrische auto 's nachts volledig opladen. Nooit meer in de rij bij het tankstation. En met de nieuwe Zoe rijd je ook nog eens verder. Met de nieuwe ZE50 batterij kun je tot wel 395 kilometer rijden. Dat is genoeg voor een hele week dagelijks woon-werkverkeer zonder opladen. Nog een voordeel van de Zoe is zijn betrouwbaarheid. Renault heeft de betrouwbaarheid van de batterij jaren bijgehouden. Elk van de 600 onderdelen waaruit de batterij bestaat kan worden vervangen en de specialisten van Renault zijn opgeleid in het onderhouden en repareren van elektrische auto's. Het enige wat jij hoeft te doen is relaxen en genieten van je rit. Bedankt dat je naar deze video hebt gekeken. We hopen dat we al je vragen over de nieuwe Zoe hebben beantwoord. Als je deze video leuk vond, vergeet dan niet om de video te liken en om je te abonneren op ons YouTube-kanaal. Ga voor meer informatie naar onze website of je dichtstbijzijnde Renault-dealer voor een proefrit in de nieuwe Renault Zoe. Nogmaals bedankt en tot snel! Oh!